In deze video gaan we het hebben over de binnenkant van een mand en van een tas. Hoi, ik ben Wendy en ik ben de auteur van deze haakboeken. En met mijn Keep It Simple haakmethode leer ik zowel beginnende als gevorderde haaksters om op een ontspannen manier de mooiste creaties te haken. En over een van die creaties gaan we het vandaag hebben. Dat is deze tas uit mijn boek The Autumn Collection. Daar staat deze tas in en ook deze bijbehorende mand. En deze hebben met elkaar gemeen dat er een stoffen binnenvoering in zit, waar aan de onderkant een bodem in is genaaid. Ik heb dat helemaal uitgelegd in het boek, maar soms leert het gewoon makkelijker als je even ziet dat iemand het voordoet. Dus in deze video ga ik je laten zien hoe je nou zo'n binnenvoering voor een mand of voor een tas naait. Je begint met gewoon een lapje van jouw keuze voor de binnenvoering van je tas of van je mand. Ik maak hier gebruik van een lange lap die ik dubbel vouw. En dat scheelt alweer één ondernaad naaien. Heb je nou een paar restjes stof die je graag wil gebruiken, kun je natuurlijk ook twee losse lapjes gebruiken en die aan de onderkant ook nog vastnaaien. Dat ga ik je zo laten zien. Dit is de lange lap die ik je net al van de voorkant liet zien en die heb ik zo dubbel geslagen in twee gelijke delen. Ik ga er nu mee beginnen om deze twee zijnaden op de naaimachine dicht te naaien. Ik hou de zijkanten netjes op elkaar en dan ga ik beginnen aan de onderkant waar dus de vouw zit. Heb je nou twee korte lapjes, dan naai je deze dus ook dicht. Vergeet niet om altijd even heen en weer te naaien voor je doornaait, want dan weet je zeker dat de draad mooi vast zit. Ook aan het einde van je naad even weer heen en weer naaien. Nou, dan heb ik deze nu dicht. Ik ga de andere ook doen en dan kom ik weer bij je terug. Ik heb beide zijkanten nu dichtgenaaid en voor het voorbeeld heb ik dat even met een donkere draad gedaan, zodat je kunt zien wat ik doe. Dit is de verkeerde kant van de tas. Waarom werk ik dit niet af met een zigzag? Omdat het straks niet meer zichtbaar is en ook niets te lijden heeft, want het zit verstopt in de voering. Dat ga ik je zo laten zien. Nu gaan we dus beginnen om de bodem erin te maken, want je ziet, die is nu nog helemaal plat. En hoe maak je nou die bodem? Dat doe je als volgt. Je pakt de zijkant beet en daar ga je een tuut in trekken. Zo. En dan is het zaak dat je weet hoe breed de bodem van je tas is. Dat ga ik nu even meten bij de tas die ik al heb gemaakt. Deze tas heb ik gemaakt volgens mijn eigen patroon uiteraard. En daar zie je dus dat er de bodem uit twee stukken bestaat. Dat kun je ook zien op het patroon in het boek. En dat dit dus de maat van de bodem is. Nou, als ik dat nu opmeet, is dat 14 centimeter. Dat betekent dus dat ik hier een hoek moet hebben van 14 centimeter. En ik leg hem even nu zo neer. Deze lijn moet precies in het midden liggen.
En als ik dan zo 14 centimeter meet, dan zie ik moet nog iets omhoog, want hij moet het aan beide kanten halen. Hier is nu 14 en hier begint hij. Dan ga ik op deze punten, ga ik dus even een speld neerzetten. Want dit is de hoogte waarop ik moet gaan naaien. En nu ga ik dus zo naaien. Ook weer beginnen met heen en weer gaan voor de stevigheid van je werk. Nou, ik haal deze, kan ik er nu uithalen, want ik zit op het goede punt. Ook hier weer afhechten. En als je zeker weet dat je helemaal goed zit, kun je deze punten er eventueel ook afknippen. Maar als je nu aan de binnenkant kijkt, ik hoop dat ik jullie dat goed kan laten zien. Dan zie je dat daar nu een rechte lijn in zit. Ik ga hem gewoon even omdraaien, dan kun je het beter zien. Dan zie je dus nu dat we hier de bodem van de tas hebben gemaakt. Dit is de zijnaad en doordat we die punten hebben genaaid, hebben we hier dus nu de bodem. En dat ga ik aan de andere kant ook doen. Die pakken we weer precies hetzelfde. We gaan het punt van 14 centimeter opzoeken. We zetten er een speld bij. En daar naaien we ook weer een punt in. En ik noem het, we naaien er een punt in, maar we naaien dus alleen maar rechte lijnen, waardoor de punt ontstaat. En als ik hem dan even binnenstebuiten keer, dan zie je dus ineens dat we een binnenvoering hebben met een bodemvlak erin. Hij gaat dus niet op deze manier de tas in, want dan heb je de naden aan de binnenkant. Hij gaat dus zo de tas in. Dit wordt dan de binnenkant van je tas zo. En daar zie je dus geen enkele naad. Nou, dan ga je de hoogte van je tas meten en dan doe je dus een klein stukje omvouwen. Je hangt hem in de tas en je zet hem aan de bovenkant met gewoon met de hand met een steekje vast. Als je hem dan met een steekje langs de kant hebt vastgezet, dan is je tas dus volledig gevoerd en extra verstevigd. Je haakwerk heeft daar minder onder te lijden. Je maakt de leren hengsels eraan en je tas is klaar. Ik laat het je ook nog even bij de mand zien. Daar heb ik precies hetzelfde principe gebruikt. Ik zal even kijken of het lukt of de bovencamera er goed in filmt. Ja, dan kun je precies nu in de mand kijken. Dan zie je daar ook weer de rechte lijnen aan de zijkant. En dat ik hem dus hierboven heb vast, onzichtbaar heb vast genaaid met hele kleine steekjes. En het grijze applicatiegaren gebruik ik hiervoor. Ik hoop dat je op deze manier een klein beetje meer inzicht hebt gekregen hoe je eigenlijk op weer een hele simpele manier een binnenvoering met een bodem maakt in een tas of in een mand. Als je deze video leuk vindt, geef hem dan even een duimpje hieronder en abonneer je ook op het kanaal. Druk dan ook het belletje in, want je kunt hier iedere vrijdag een nieuwe video verwachten en dan krijg je daar automatisch bericht van. Voor nu, bedankt voor het kijken en heel veel haakplezier!